Bijbelkoop. Mijn naam is Mautin Awunu en ik ben jullie dagvoorzitter van vandaag. In 2021 is Daniël van Middelkoop benoemd door het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam tot Lector Professional Agency, ofwel Lector Samenwerkende Professionals. Waar hij zich door middel van onderzoek richt op het versterken van het handelingsvermogen van samenwerkende professionals in een veranderende economie. Hij werkt vanuit de overtuiging dat professionals een bepalende factor zijn in de kwaliteit van complex werk in organisaties. En hoe organiseren ze dit allemaal? We gaan vandaag duiken in zijn werk, in de vraagstukken, de worstelingen en de problemen die zijn collega's en hij hierin tegenkomen. En dat doen we met speciale gasten die we altijd uitnodigen op zo'n avond als deze, of middag moet ik zeggen. Maar dat doen we natuurlijk ook met jullie, met ons publiek. En ik weet niet of Daniël wel wist hoe populair hij was na vandaag. Want echt, de stoelen moesten gesleept worden van andere zalen, uit de gangen. En uiteindelijk zit iedereen, hoop ik. Ja, gelukkig. En dat is fijn om te zien. En het is altijd dus mooi ook om te zien hoe divers het publiek is. De verschillende betrokkenen. De familie, de vrienden, de collega's en natuurlijk ook de collega-lectoren. En die zijn hier ook. Ik zag al een aantal mensen die een mooie draagteken om hadden, die hier aanwezig zijn. Maar ook de lectoren die natuurlijk vanuit huis of werklocatie met ons meekijken. En hen wil ik dus ook speciaal welkom heten, de collega-lectoren. Omdat zij namelijk het belangrijke werk doen wat Daniël de afgelopen jaren ook heeft gedaan. Samen zijn zij elke dag bezig om die maatschappelijke vraagstukken uit de praktijk te halen en weer terug te brengen in dat onderwijs. En dat doen ze ook, ja, omdat het ontzettend belangrijk is. En daarbij behoren ze ook tot verschillende kenniskringen, de lectoraten genoemd. En daar is de HVA toch zo trots op. Hé, Gelijn? Ja. Maar als iemand vandaag trots mag zijn, dan is het wel Daniël, want vandaag is het jouw dag. Dus een bijzonder welkom aan jou, Daniël. Vandaag staat jouw lectorale rede centraal. En hieromheen hebben we ook een boeiend programma samengesteld. Ja, ik heb niet gelogen over die populariteit, want het stroomt nog steeds binnen. Er wordt voor ze gezorgd, hoop ik. Vandaag dus die lectorale rede, die staat centraal. En daaromheen hebben we een heel mooi boeiend programma met verschillende gasten. We starten altijd met introducerende woorden. En vandaag van decaan Ineke Bussemaker van de faculteit Business en Economie. En natuurlijk rector van de Hogeschool van Amsterdam, Gelijn Meijer. Ook bedankt voor jullie komst en fijn dat jullie er zijn. En na de rede zal dan ook de laudatio uitgesproken worden. Altijd een mooi, fijn moment om daarin te horen eigenlijk wie Daniël is en wat hij allemaal meebrengt deze afgelopen tijd in de Hogeschool van Amsterdam door middel van het onderzoek. En daarna gaan we de diepte in. We hebben speciale gasten ook uitgenodigd om met elkaar het gesprek aan te gaan over de thema's die echt wel heel erg urgent zijn in deze tijd. Elke keer als ik het aan het lezen was, van ja, ik mocht hem al in ontvangst nemen, dacht ik, dit is raak. Dit klopt. Dit gaat over het hier, het gaat over het nu, het gaat over verschillende domeinen. Maar we herkennen zo ontzettend veel van dat werk, van wat jij de afgelopen tijd hebt geschreven. Dat gaan we horen middels de lectorale reden, maar we kunnen het dus ook teruglezen via deze prachtige publicatie. Dus ik heb nu de aftrap gedaan, en dat is altijd fijn om te doen in deze bruisende zaal. Maar ik wil nu graag het woord geven aan Ineke Bussemaker. Dankjewel. Van harte welkom allemaal hier vanmiddag in Pakhuis de Zwijger en online via de livestream. Welkom Gelijn. Mag ik heel even vragen om de microfoon iets meer naar uw mond te plaatsen? Ja, ja. Dan kunnen de mensen thuis ook goed horen. Ja. Ja. Welkom natuurlijk vooral Daniël, lector aan de Hogeschool van Amsterdam, faculteit Business en Economie, op het lectoraat Samenwerkende Professionals. Welkom ook, heel speciaal aan jouw familie, vrouwtje, je ouders, schoonouders en de rest van je familie en alle collega's met wie je heel veel met plezier samenwerkt. Nou, vandaag is de dag waarop jij naartoe gewerkt hebt het afgelopen jaar en ik hoop ook je verheugd hebt. Wij in ieder geval wel. En over enkele ogenblikken ga je je lectorale reden uitspreken met de mooie titel Samen goed werken. Pleidooi voor de herwaardering en professionaliteit en goed vakmanschap. Daniël, jij was docent en onderzoeker bij de HVA al sinds 2011 en je onderzoek begon binnen het lectoraat gedifferentieerd HRM. In 2018 ben je gestart met een tenure track als persoonlijk lector samenwerkende professionals en dit heb je, zoals we weten, in 2021 mooi afgerond op een succesvolle wijze met je benoeming tot lector. En vandaag gaan we dat officieel bekrachtigen met het uitspreken van je lectorale rede. Je onderzoeksgebied van samenwerkende professionals is uiterst relevant voor ons allemaal.
Wij werken iedere dag samen en de meeste van ons zijn professionals of vakmensen. En jij laat zien dat dat voor de manier van waarop we werken het onderscheid ook niet zo groot is. We werken samen, maar werken we ook goed samen? Of eigenlijk, en de woorden en de woordvolgorde doen ertoe, werken we samen goed? Leveren we samen goed werk? Daar ga jij ons in één meenemen. En een extra dimensie aan je onderzoek, en wellicht dat vele onderzoeken, dat je vele onderzoeken hebt kunnen doen naar teams van docenten en onderzoekers binnen de HVA. Dat maakt jouw observaties en conclusies, denk ik, voor ons allemaal zeer herkenbaar. Vanaf 2021 werkt een groep lectoren en onderzoekers samen met docenten en studenten en met veel partijen in het werkveld, geïnspireerd door het gedachtegoed van Kate Raworth, professor of practice aan de HVA, in het Center for Economic Transformation. En binnen dit Center of Expertise doen we praktijkonderzoek naar wat we nodig hebben om grote economische transformaties waar we middenin zitten te gaan realiseren. En die transformatievraagstukken zijn groot en complex. En jullie hebben gekozen voor 4 thema's op die vraagstukken. Naar een eerlijke en duurzame economie. Thema's over nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe governance structuren, onder andere door mede-eigendom, eerlijke economische ecosystemen en de transformatie naar goed werk en vakmanschap. En misschien kan je stellen, die transformatie naar goed werk en vakmanschap is een randvoorwaarde voor het realiseren van alle andere transformaties. Dus wij zijn over een aantal minuten zeer benieuwd naar jouw reden. Bedankt, Ineke. Ja, en dat gaat natuurlijk ook over dat praktijkgerichte actieonderzoek. Gelijn, kan je daar ons in meenemen, wat daar precies mee wordt bedoeld? Ja, ik denk dat actief, dat ben je. Dat is al één ding wat ik van jou weet. Ik zit hier, dames en heren, namens het college van bestuur. We zijn overigens met z'n tweeën, en er zit nog iemand in de zaal hier. Dus dat geeft wel aan hoe interessant we dit vinden, wat hier gebeurt. Praktijkgericht onderzoek heeft zich eigenlijk ontwikkeld als een soort van nieuwe vorm van onderzoekbedrijven, waarin we steeds in de maatschappij staan. En dat zijn dus onze lectoren, maar dat zijn ook onze studenten en onze medewerkers. En die zien daar iets wat op een vraag met zich meebrengt of een kans. En gaan daar vervolgens mee aan de slag, maken daar onderzoek van. Doen dat onderzoek actief samen met die maatschappij. En in jouw geval kan ik wel stellen dat het ook samen met de HVA zelf is. Dus je bent de HVA is ook jouw onderwerp van studie voor een deel. En dat maakt het interessant. En probeer daar dingen van te leren en probeer het dan ook weer terug te brengen. En dat is het actiegedeelte. Dus het blijft niet bij begrijpen en inzien, maar ook wat kunnen we er dan aan verbeteren of hoe kunnen we kansen pakken. Dus dat die cirkel rondmaken, ja. Dat is eigenlijk het actiedeel van wat we dan praktijkgericht onderzoek noemen. Ik zie een soort van loop, zie ik dan ook voor me. Ja, dat is ook wel een loop. In beweging is. Ja. En het leuke is ook wel, en dat heb ik ook bij andere gelegenheden ook aangegeven. En ik denk dat het ook goed is om dat ook voor de mensen die meekijken goed te realiseren. Dat ook in Nederland heel erg gezien wordt als een vorm van onderzoek die heel erg nodig is. En waar we dus ook met de grote vraagstukken die we hebben. Of het nou gaat over gezond lange leven, of het gaat over onze veiligheid. Of het gaat ons natuurlijk in onze klimaattransitie waar we iets mee moeten. Dat we deze vorm van onderzoek doen, die dus ook pak een beetje in 2 jaar in resultaat oplevert. Het is maar eventjes een grove inschatting, hè? Maar het zijn geen 20 jaar. Het is ook geen half jaar, maar het zit een beetje zo rond die 2. Dat ook echt nodig is, omdat je daarmee ook echt stappen vooruit maakt met elkaar. En dat wordt herkend. Daar krijgen we ook meer middelen voor. Ik denk dat dat ook fijn is voor degenen die dat een beetje volgen. Merk je ook dat we daar vanaf 2023 ook meer middelen voor hebben. Nou, dat geeft wel aan hoe belangrijk het is. Ja, en dat geeft ook denk ik wel aan de aanwezigheid van alle mensen hier in de zaal. Die denken, middelen, dat is interessant. Ja. En natuurlijk heel veel meer, hè, wat daarbij komt kijken. Ja. Nee, het is ook, wat je zegt, complexe vraagstukken. En het is ook fijn dat we dat soms ook even kunnen versimpelen. Dat we het misschien wat kleiner kunnen maken en tastbaar kunnen maken. En dat gaat ook over die lectoren. Lang niet iedereen heeft daar altijd van gehoord. Van een lector, dat klinkt zo groot en speciaal. Dat mag gezien worden. En dat kan ook wel via een symbool, toch? Zo is het. Ik noemde het net al even het draagteken. Die ligt hier ook heel mooi voor mij op tafel. Kan je daar meer over vertellen? Ja, dat draagteken. Daar zijn we toch eigenlijk wel heel erg trots op. En ik weet dat mensen die hem dragen daar ook trots op zijn.
Ja, voor degenen die dat nog niet eerder hebben gezien, het symboliseert eigenlijk het werk wat een lector doet door met zijn vinger van kennis in de vijver van de maatschappij te prikken. Dus die vijver is een mooie vijver en dan ga je dan met je vinger in en dan krijg je van die rimpels. En die rimpels noemen we doorwerking. En die doorwerking, die bereikt de oever, heeft daar een effect. Soms positief, soms misschien negatief, hè, maar er gebeurt in ieder geval iets. Dat is actiegericht. En door maar voortdurend met je vinger te blijven doen, dus niet één rimpel. Maar we hebben meerdere rimpels, omdat we in feite het meerdere keren 2 jaar hebben. Symboliseert het eigenlijk in een simpele vorm het soort werk wat we doen. Ja, mooi. En zo meteen, dat draagteken wordt ook overhandigd. En dat mag je in ontvangst nemen. Maar eerst willen we natuurlijk luisteren naar de lectorale reden. Daniel, mag ik vragen of jij plaats wil nemen achter de katheder? In de maanden dat ik schreef aan deze reden, kwam ik bij toeval langs de documentaire We Are the Thousands op tv. Daarin staat de droom centraal van 1000 rockmuzikanten om de band Foo Fighters naar het kleine Italiaanse plaatje Cecena te laten komen om daar een concert te geven. Spoiler alert, dat lukt. De Rocking Thousands zouden daarna nog heel vaak samen spelen en concerten geven. De foto die jullie hier zien is genomen tijdens een van deze concerten in Florence. De documentaire ontroerde me. Dat zal deels gekomen zijn door mijn gedegen opvoeding in de gitaarmuziek, onder andere van mijn vader die daar zit, maar meer nog door het ongelimiteerde plezier dat van de muzikanten afstraalde terwijl ze speelden. Het laat zien hoe geweldig samenwerken kan zijn en in dit geval ook samen spelen kan zijn. Met elkaar goed werk leveren kan veel energie geven en geweldige resultaten opleveren. De meerwaarde en het plezier van samenwerken zijn de grondslag voor deze reden en ik kan het belang daarvan niet genoeg benadrukken. Plezier en voldoening komen voort uit het willen en kunnen leveren van goed werk. Ineke zei het net al. Samenwerking is daarin belangrijk, maar altijd een middel om uiteindelijk tot goed werk te komen. Ik spreek daarom in deze reden veelal van samenwerken als 2 losse woorden om die doelstelling van het realiseren van goed werk te benadrukken. Vaker in deze reden zal het gaan over het hoe van samenwerken, meer dan het waarom. Met dat hoe komen ook de worstelingen, de vraagstukken en de problemen naar voren in de manier waarop we het samenwerken van professionals en vakmensen hebben georganiseerd. Waar samenwerking wel een doel op zich is, of waar de condities voor goed samenwerken ontbreken, kan het plezier in samenwerken omslaan in frustratie en chagrijn. De vraag van een monteur aan ons als actieonderzoeker of hun worsteling met werk en teams uniek was, of dat we die vraagstukken overal tegenkwamen, was de aanleiding van de zoektocht van het lectoraat waarvan deze reden het voorlopige eindresultaat is. Het is de vraag die me inspireerde om op zoek te gaan naar de overeenkomsten in dat hoe van samenwerken. U had al gezien, deze reden gaat over professionals en vakmensen. Het is een pleidooi voor herwaardering van goed werk, dat die vakmensen en professionals met elkaar elke dag weer leveren. Maar ik begin deze reden bij professionals en vakmensen zelf, want over wie heb ik het dan? Voor mij is het bijvoorbeeld de monteur, met liefde voor en toewijding aan haar energiecentrale, die op basis van jarenlange ervaring aan de machines kan horen of er iets aan de hand is. Het is voor mij ook de docent die ten tijde van de coronapandemie alles deed wat in zijn macht lag om zo goed mogelijk studenten te blijven begeleiden en goed onderwijs te blijven bieden. Ook als dat vroeg om per direct alles aan te passen aan die nieuwe situatie. Velen van jullie waren daar natuurlijk bij 2 jaar geleden. Het is ook de verpleegkundige die op basis van jarenlange ervaring ziet dat een patiënt die enkele dagen geleden is opgenomen, verslechtert en op tijd de arts waarschuwt. De medische ingreep die daarop volgt, redt het leven van de patiënt. En tot slot, het is voor mij ook de medewerker in de kledingwinkel, die als je vertelt waar je naar op zoek bent, lijkt te weten welke maat je hebt en precies lijkt aan te voelen waar je naar op zoek was. Ik kan nog veel meer voorbeelden geven en ik denk dat u dat ook kan. Want professionals en vakmensen zijn van grote waarde en eigenlijk is iedereen het daarover eens. Als we ziek zijn, willen we geholpen worden door professionele artsen en verpleegkundigen. En als we een lekkage hebben, gaan we op zoek naar de inmiddels schaarse vakmensen die ons probleem kunnen verhelpen. We hebben die vakmensen ook meer dan ooit nodig. We staan voor grote uitdagingen. De klimaatcrisis vraagt om een energietransitie. Vergrijzing, arbeidsmarkttekorten, digitalisering en robotisering vragen om andere manieren van werken. In de zorg, techniek en in vele andere sectoren. Bij deze grote economische en maatschappelijke vragen
zien we professionals en vakmensen stevast als een onmisbare schakel. Het is gezien dat belang, zorgelijk, dat vakmanschap en professionaliteit onder druk staan. Er worden te weinig praktisch geschoolde vakmensen opgeleid en we worden inmiddels geconfronteerd met de gevolgen van een tekort aan vakmensen. In de techniek bijvoorbeeld, waar het tekort aan vakmensen problemen geeft om de energietransitie goed vorm te geven. In het werk zelf, in organisaties, zijn de condities voor het handelen naar eigen inzicht en het vertrouwen in professionals en vakmensen sluipenderwijs aangetast. Dit komt voort uit de gevoelde noodzaak tot steeds efficiënter werken en een wens om output en kwaliteit te beheersen en te controleren. De tijd die professionals en vakmensen willen besteden aan de goede begeleiding van de student, het contact met de patiënt of het echt structureel verhelpen van die storing in de installatie, is er in hun beleving vaak onvoldoende. Gelukkig staan vakmensen en professionals niet overal onder druk en ook niet overal in dezelfde mate. Er zijn hoopvolle voorbeelden van organisaties die het anders doen, zoals Buurtzorg Nederland of de hypotheekverstrekker Visie, die het vertrouwen in werknemers voorop zetten en controlemechanismen en regeldruk tot een minimum weten te beperken. Maar het is duidelijk dat professionals en vakmensen op veel plaatsen hard werken onder moeilijke omstandigheden. Ik ben ook zeker niet de eerste of de enige die waarschuwt dat de positie van vakmensen en professionals onder druk staat. Al in de jaren 70 stelde Elliot Friedson dat vast in zijn boek Professionalism. En in Nederland maakt de stichting Beroepseer zich al jaren druk op een goede manier om de positie van professionals. En in het werk van Sennett, maar ook in een populaire filosoof als Crawford, zien we een beschrijving van de langzame uitholling van vakmanschap. In lijn met de woorden van diezelfde Crawford, deze reden is geen terug naar vroeger pleidooi. De zojuist geschetste transformaties veranderen de invulling van en vraagstukken in het werk van professionals en vakmensen. Dat vraagt om een open houding en veranderbereidheid ten opzichte van traditionele opvattingen en aanpakken van een beroepsgroep. Maar het zijn wel die professionals en vakmensen zelf die deze transities en uitdagingen tegemoet moeten treden. Zij moeten zelf gaan over die veranderingen in opvattingen en aanpakken. De termen professionals en vakmensen worden breed en sinds lange tijd gebruikt. En eerlijk is eerlijk, ze zijn ook aan inflatie onderhevig. Iedereen wil natuurlijk een professional zijn. Ik sta hier daarom kort stil bij de kenmerken van en verschillen tussen professionals en vakmensen. Het werk van professionals staat altijd ten dienste van iemand. Een klant, een cliënt of een student. En hun meerwaarde halen ze uit de meerwaarde, hun voldoening, pardon, halen ze uit de meerwaarde die ze kunnen bieden voor die mensen. In de literatuur zien we verschillende eigenschappen van professionals en professies, die ziet u op het scherm, die niet als absoluut moeten worden gezien, maar als indicatoren van de mate waarin gesproken kan worden van een sterke professie. Binnen een professie maakt men gebruik van een systematische theorie of body of knowledge. Een professional beschikt daarmee met een mooi woord over kennis- en handelingsrepertoire, gebaseerd op een binnen de professie gedeeld en bewaakt beeld van wat relevante kennis is en welke handelingen in welke situatie effectief zijn. Minstens even zo belangrijk zijn kwaliteits- en ethische standaarden met betrekking tot het werk. Het opstellen en bewaken van deze systematische theorie maakt een zekere mate van organisatie binnen de professie en de aanwezigheid van een professionele cultuur met eigen waarden en overtuigingen noodzakelijk. Om als professional te kunnen functioneren is daarnaast erkenning van het belang van de professie noodzakelijk. Voor die erkenning zijn op zijn beurt weer checks en balances noodzakelijk, die ervoor zorgen dat professionals hun positie niet misbruiken ten koste van hun cliënten. We hebben de afgelopen jaren ook kunnen zien wat er fout kan gaan als die checks en balances niet op zijn plaats zijn. En tot slot is het verkrijgen en behouden van de status van een professie van belang. Een status die het wenselijk en mogelijk maakt om het monopolie van de professie te beperken tot de groep professionals zelf. Kort gezegd, niet iedereen kan arts worden. Anders dan bij professionals is het voor vakmensen het werk zelf waar zij primair voldoening uit halen. Vakmensen hebben, zoals Sennett het zegt, het verlangen om werk goed te doen om het werk zelf. Uiteraard kunnen vakmensen ook voldoening halen uit de tevredenheid van een klant, maar dat is altijd in relatie tot de kwaliteit van het geleverde werk. Vakmensen werken met hun handen, maar verrichten net als professionals niet louter routinematig werk. Er is sprake van een combinatie van hoofd- en handwerk. Ondanks de verschillen vallen vooral de overeenkomsten tussen professionals en vakmensen op. De opsomming van eigenschappen die u hier op het scherm ziet voor professionals kan in grote lijnen ook voor vakmensen gemaakt worden. Belangrijk daarbij is dat beide een intrinsieke motivatie hebben om goed werk te leveren.
in de vele gesprekken die wij voerden met professionals en vakmensen in verschillende sectoren vanuit het lectoraat, valt steeds dat gedeelde streven naar dat goede werk op. Wat is dan dat goede werk? Gardner, Csikszentmihalyi en Damon zetten in hun opvatting de inhoud en meerwaarde van het werk centraal en noemen drie criteria die bepalen of iets als goed werk gerelateerd kan worden. Het is technisch excellent, het is betekenisvol voor degene die het uitvoert en het wordt op een ethisch verantwoorde manier uitgevoerd. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid valt een kijk op goed werk samen van economen, sociologen en psychologen en stelt dat goed werk leidt tot grip op drie dimensies. Dat gaat om grip op geld, denk aan een goed salaris of baanzekerheid. Grip op werk, denk aan autonomie in het werk. En grip op leven, denk aan zaken als werk-privébalans en werkdruk. In mijn ogen zijn dit noodzakelijke condities om goed werk in de opvatting van Gardner en collega's mogelijk te maken. Wanneer grip op geld, werk of leven ontbreekt of onvoldoende aanwezig is, komt het leveren van goed werk onder druk te staan. Goed werk komt tot stand door het handelen van professionals en vakmensen. Open deur misschien. Maar om te kunnen handelen, moeten zij het vermogen tot handelen hebben. In lijn met de definitie van Priestley, Beeston en Robinson definieer ik het als het vermogen om zelf richting en invulling te geven aan het handelen op basis van eigen vrije oordelen en beslissingen. Ik ga hier niet te lang op in. Het is een ingewikkeld theoretisch verhaal. Maar belangrijk hier is vooral dat zelf richting geven. De professional of vakmens moet zijn handelen, vaak via een afweging in het moment, aanpassen aan de specifieke context om het gewenste resultaat te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts, die probeert te achterhalen wat het juiste ziektebeeld is achter non-specifieke, maar ernstige klachten. Of de docent, die moet bedenken hoe die de studenten achter in de zaal toch weet te activeren, omdat ze blijkbaar niet geïnteresseerd zijn in hun les. Op dat moment moet je kunnen handelen en dan moet je zelf over kunnen beslissen. Dat handelingsvermogen komt meestal bijna nooit individueel tot stand, maar in samenwerking tussen professionals of vakmensen. Samenwerking is op dit moment de norm in het overgrote deel van de organisaties. De belofte van samenwerking is groot en in de kern eenvoudig. Samen kunnen we beter werk leveren dan alleen. Tegelijkertijd blijkt samenwerken in de praktijk vaak razend ingewikkeld en lang niet altijd effectief. De vraag is dan hoe dat handelingsvermogen van samenwerkende professionals tot stand komt. Allereerst zit die meerwaarde van de samenwerking uiteraard besloten in de diversiteit van degenen die samenwerken, in de mensen zelf. Dat betekent dat de samenstelling van een groep of team ertoe doet. De achtergronden, talenten, kennis, vaardigheden en waarden die professionals en vakmensen bezitten en hanteren in hun werk dragen bij aan het gecombineerde handelingsvermogen. Ook de eigenschappen van de groep of het team zelf bepalen het handelingsvermogen. Daarbij is de vorm van samenwerking van belang. Bij samenwerking denken we bijna automatisch aan teams. Dan gaat het meestal om samenwerking tussen professionals en vakmensen in dezelfde beroepsgroep. Maar soms is samenwerking tussen professionals en vakmensen met andere medewerkers in de organisatie nodig, of juist interprofessionele samenwerking tussen professionals en vakmensen uit verschillende beroepsgroepen of organisaties. Naast die samenwerkingsvorm zijn eigenschappen van de groep of team van het belang voor het gezamenlijk handelingsvermogen. Iedereen die wel eens met teams heeft gewerkt, die weet dat. Denk bijvoorbeeld aan de mate waarin sprake is van een gedeeld doel, de zeggenschap die je hebt als team, of de mate van sociale veiligheid in een team of groep. Op het niveau van de organisatie kan het handelingsvermogen van samenwerkende professionals zowel versterkt, maar ook beperkt worden, als gevolg van de keuzes en ontwerpprincipes die worden gehanteerd. Een organisatie kan dus als keuzearchitect bepaalde dingen doen, of juist laten, om het handelingsvermogen van professionals te versterken. Denk aan randvoorwaarden zoals de beschikbare tijd voor samenwerking of de ondersteunende rol van de organisatie. Ik begon deze reden met de constatering dat samenwerkende professionals en vakmensen onder druk staan. Om de oorzaak hiervan te begrijpen, is het zinvol om te denken in paradoxen. Ik onderscheid er drie. De eerste paradox betreft de logica van de professional of vakmens die streeft naar goed werk versus de logica van de organisatie, waar te vaak procesbeheersing en controle aan de ene kant en denken in termen van rendementen en betaalbaarheid aan de andere kant centraal staat. Het spanningsveld tussen deze logica's werd al beschreven door Friedson. Hij bepleit dat professionele logica toonaangevend zou moeten zijn in de manier waarop we het werk organiseren. Het gekke is
Bijna niemand betwist het belang van de professionele logica. Maar toch is de organisatorische logica leidend in veel sectoren en in grote organisaties. In de praktijk vertaalt dit zich in procedures en werkzaamheden die niet bijdragen aan goed werk en tot een kloof tussen beleid en ondersteuning enerzijds en de praktijk van professionals en vakmensen anderzijds. Overigens, met de dwingende aanwezigheid van de organisatorische logica hebben ook veel leidinggevende, bestuurders en managers te maken. Bijvoorbeeld wanneer ze aan de ene kant willen zorgen voor ruimte voor professionele ontwikkeling, maar aan de andere kant geconfronteerd worden met dwingende kaders die voortkomen uit die gevoelde noodzaak tot procesbeheersing en efficiëntie. De tweede paradox gaat over de wens en noodzaak tot samenwerking die tegenover de individualistische cultuur staat waarin professionals en vakmensen in veel beroepen werken en waarnaar veel systemen en processen in organisaties zijn georganiseerd. We zetten bijvoorbeeld heel veel in op individuele ontwikkeling en nauwelijks op collectief leren. Het leidt op veel plaatsen tot een praktijk van working apart together, waarin formeel wordt samengewerkt in teams, maar waarin de praktijk professionals en vakmensen grotendeels individueel werken. In te veel organisaties zijn daarnaast de condities voor goed samenwerken niet op orde. Wanneer we kijken naar teamwerk gaat het om basiscondities als een beperkte teamomvang, een gezamenlijk doel en onderlinge afhankelijkheid. De derde paradox gaat over de constante vernieuwingsdrang in veel organisaties versus de noodzaak tot vertragen om ruimte te maken voor reflectie en dialoog. In de ruim 100 teams die we vanuit ons onderzoek spraken, is het gebrek aan tijd om met elkaar het goede gesprek te voeren over het werk een altijd terugkerend thema. Gezien de urgentie van grote maatschappelijke vraagstukken en de grote rol die maar professionals en vakmensen daarbij spelen, is die roep tot vernieuwing eigenlijk ook wel begrijpelijk. In de praktijk zien we dit echter te vaak vertaald in een veelvoud aan prioriteiten, waarbij veranderingen vaak moeten worden gerealiseerd in de staande praktijk, met de bestaande middelen en zonder dat er elders werkzaamheden beperkt of gestopt worden. Tijd, rust en stabiliteit voor professionals en vakmensen zijn basisvoorwaarden om veranderingen echt duurzaam door te kunnen voeren. De veelheid aan prioriteiten en werkzaamheden op de overvolle to-do-lijsten van medewerkers en op de strategische agenda's van organisaties maken deze tijd, rust en stabiliteit in veel gevallen een schaars goed. Wanneer geen keuzes gemaakt worden, gaat de aandacht naar het instand houden van het huidige systeem en de automatismen en keuzes die daarin besloten liggen. En blijft echte innovatie vaak uit. We lijken met elkaar tot nu toe beperkt in staat om effectief met deze paradoxen om te gaan. We moeten daarom naar een andere manier van samenwerken om die uitdagingen het hoofd te bieden. Om iets te kunnen doen aan de wat sombere constatering in de quote van Freudsen die u op het scherm ziet. Dat vraagt om het maken van andere keuzes en afwegingen in de manier waarop we het werk van professionals en vakmensen organiseren. Het vraagt iets van bestuurders, het vraagt iets van leidinggevenden, het vraagt iets van ondersteuners. Maar meer nog dan dat vraagt het iets van professionals en vakmensen zelf. Ik noem drie dingen die we kunnen doen aan de hand van die paradoxen. Allereerst moeten we wegbreken van een manier van organiseren waarin controlemechanismen, efficiëntiedenken en meetbare output centraal staan. Dit geldt nadrukkelijk voor publieke sectoren zoals de jeugdzorg, waar het werk niet of nauwelijks te standaardiseren is en waar efficiëntieverbetering, gezien de aard van het werk, maar tot op een zeker punt mogelijk is. Waar het jarenlange adagium van meer met minder de kwaliteit van het werk aantast en tot misstanden leidt. Breng de organisatorische en financiële logica terug naar de juiste proporties. Het zijn belangrijke voorwaarden, maar het zijn randvoorwaarden om professionals en vakmensen in staat te stellen goed werk te leveren. Dit vraagt niet om een vrijbrief voor professionals en vakmensen, maar wel om vertrouwen en mandaat voor die professionals en vakmensen. Het vraagt vanuit de organisatie om het creëren van de juiste condities voor goed werk. Het veranderen van die condities begint in de structuur van de organisatie. De processen en handelingen die vaak onbewust en vanuit gewoonte gericht zijn op controle en efficiëntie. Als goed werk en het versterken van handelingsvermogen doel zijn, is het zaak dit door te vertalen naar de systemen en processen. Organiseren rond goed werk betekent dan bijvoorbeeld durven kijken naar bestaande beheers- en verantwoordingsregels. Of naar nut en noodzaak van de in veel grote organisaties tot automatisme verheven cyclus van het opstellen van nieuw beleid en nieuwe doelstellingen. Gebruik de vrijgekomen tijd bijvoorbeeld om startende professionals en vakmensen mee te laten lopen en zo te laten leren van ervaren oudere collega's. Ten tweede moeten we beter nadenken over de condities die nodig zijn voor goed samenwerken. Dat begint bij het nadenken over het doel van die samenwerking.
Samenwerking, ik zei het al, is een middel om tot goed werk te komen. En de keuze voor de vorm van samenwerking komt idealiter voort uit de vraag wat nodig is om dat goede werk te realiseren. Het handelingsvermogen van samenwerkende professionals kan vervolgens versterkt worden door te zorgen voor gunstige condities voor samenwerking. Dat vraagt om een kritische blik op automatismen die voortkomen uit de individualistische benadering van werk. Als samenwerking cruciaal is voor goed werk, richt de organisatie dan zo in dat niet alleen het werk zelf, maar ook het leren en ontwikkelen niet primair gericht is op het individu, maar veel meer op contextueel en collectief leren. Daarnaast is goede ondersteuning van belang. Die goede ondersteuning vraagt om mensen met kennis en kunde over samenwerking en om maatwerk. Oog voor zowel de condities in een team of een groep als in de organisatie als geheel is daarbij van belang. Ten derde moeten professionals kunnen vertragen om uiteindelijk te kunnen versnellen. Die vertraging kan wellicht gevonden worden door het creëren van wat Joke Hermsen trage tijd noemt. Zij stelt die tijd tegenover de kloktijd en die is niet smart of exact meetbaar, die trage tijd. Het is de tijd waarin je kan opladen, inspiratie opdoet en tot nieuwe onverwachte inzichten komt. Die vind je niet tijdens een hard bevochten uurtje extra voor een bepaalde taak of een uurtje schrijftijd na een volle werkweek op vrijdagmiddag. Het vraagt om rust en ruimte om, soms alleen en soms met elkaar, te reflecteren op wat goed werk is en wat er voor nodig is om dat werk te realiseren. Trage tijd vormt daarmee de basis voor vakmanschap en professionaliteit en is een voorwaarde om te komen tot vernieuwing en innovatie. Hoe die tijd te creëren is een taai vraagstuk. Het vraagt om ruimte in organisaties om te experimenteren met andere manieren van werken en het vraagt om de nadruk op efficiëntie en snelle resultaten tenminste deels los te laten. Maar de schaarste aan tijd is een maatschappelijk fenomeen en dwingend fenomeen en ligt niet besloten in organisaties alleen. Ik kom daar aan het einde nog kort op terug. Als lectoraat dragen we bij aan die zoektocht naar andere manieren van samenwerken op drie niveaus. Op het niveau van het individu zijn we geïnteresseerd in de vraag wat het betekent om professional of vakmens te zijn. We verbinden dat aan vraagstukken van economische transformatie en transformatie van werk. De kern van ons werk wordt gevormd door ons actieonderzoek in teams. Het leidt tot inzichten in wat wel en niet werkt op het gebied van teamontwikkeling en de begeleiding van teams en andere samenwerkingsverbanden zoals professionele leergemeenschappen. De manier waarop een organisatie het handelingsvermogen van professionals en vakmensen beïnvloedt, is het derde en laatste niveau van onderzoek. We zoeken naar ontwerpprincipes waarmee de organisatie in haar rol als keuzearchitect het handelingsvermogen kan versterken. Dat doen we uiteraard niet alleen, maar in samenwerking met verwante lectoraten en onderzoeksgroepen. We doen dat ook als onderdeel van het Center for Economic Transformation, waar Ineke al naar refereerde. In ons onderzoek gaan we uit van de praktijk van professionals en vakmensen. Donald Schoen beschrijft die praktijk als de Swampy Lowlands, waar professionals en vakmensen worden geconfronteerd met complexe vraagstukken die niet via quick fixes kunnen worden opgelost. In die Swampy Lowlands kom je de onderzoekers van het lectoraat, u ziet ze op het scherm en in de zaal. Zo, dat is leuk dat ik dat doe. Ben ik even mijn tekst kwijt, pardon. Dan kom je de onderzoekers van het lectoraat veelvuldig tegen. En daaruit halen we onze inspiratie. Daar proberen we samen met professionals en vakmensen te komen tot inzichten, tools en concrete ondersteuning die leiden tot goed werk en krachtige professionals en vakmensen. Ik ga naar een afsluiting, maar het is een iets langere afsluiting. Want ik heb nog iets mee te geven. Deze reden, allereerst als dank, was nooit tot stand gekomen zonder de hulp van en het goede gesprek met vele collega's in de worklab en daarbuiten. De tijd ontbreekt vandaag om jullie allemaal te noemen, maar jullie bijdrage aan deze reden was onmisbaar. Zeer veel dank gaat uit naar het team van het lectoraat Samenwerkende Professionals. Nejet, Peter, Lisanne en Angelique, het is een voorrecht en een plezier om met jullie ons onderzoek uit te voeren. Bijzondere dank gaat daarbij ook uit naar onze collega Marcel voor zijn bijdrage aan en inzicht in het begeleiden van teams. Marcel, we missen je in ons team. Ook gaat dank uit naar familie en vrienden voor alle steun de afgelopen jaren, in goede en minder goede tijden. Dank aan Vrouwkje voor te veel om op te noemen, maar met name voor je geduld met de extra avonden besteed aan deze reden en met de bespiegelingen, verzuchtingen en flarden van MS Teamsgesprekken die opstegen vanuit het HVA thuiskantoor de afgelopen 2,5 jaar. En last but not least gaat mijn dank uit naar de honderden professionals en vakmensen die met ons in gesprek gingen. De inkijk die jullie ons gaven in jullie dagelijkse praktijk is van onschatbare waarde. Tot slot, in deze reden heb ik proberen te schetsen wat we als actieonderzoekers in teams en organisaties tegenkomen. Maar deze reden gaat ook over mijzelf en over onszelf.
en waar we regelmatig tegenaan lopen en oplossingen voor proberen te vinden. In die zoektocht zijn we niet alleen. Tenminste, dat maak ik op uit de vele gesprekken die ik voerde over dit vraagstuk. Deze zoektocht lijkt ook niet voorbehouden aan een bepaalde sector of functie. Ik zie het terug in gesprekken met monteurs, medewerkers van een facilitaire dienst, onderzoekers, docenten en leden van managementteams. De drie paradoxen komen in al die gesprekken steeds terug. Doen we wel de goede dingen? Hoe werken we daarin goed samen? En hoe gaan we om met de veelheid aan dingen die moeten? Wat daarin opvalt is dat het lastig is om tot oplossingen te komen om het werk echt anders te organiseren. Het lijkt ook vaak een individuele zoektocht waar we aandacht voor besteden als het uitkomt, als de to-do-list het toelaat. Voor mijzelf, en wellicht ook voor u, leidt het ertoe dat ik vaak in de zomer of onder de kerstboom nadenk over hoe ik het de komende periode weer eens anders aan ga pakken. Om na enkele weken te moeten vaststellen dat de waan van de dag en de to-do-list, met daarop verdacht veel items die wel urgent, maar wellicht niet zo belangrijk zijn, toch weer de overhand lijken te hebben. We moeten gaan kijken naar hoe we het werk van professionals en vakmensen organiseren en het makkelijker voor hen maken om goed werk te leveren. Anders blijft die quote van Freudsen die u eerder zag over de beperkingen in het werk en vanuit de organisatie gelden. Maar ik krijg zelf meer energie van deze quote uit Revolution van de Beatles. Free your mind instead. Ik eindig daarom met een oproep aan professionals en vakmensen zelf. Want samen goed werk realiseren vanuit de professionele logica begint bij onszelf. Het is verleidelijk, maar weinig zinvol om af te wachten tot de organisatie de juiste condities schept. Het beïnvloeden van die condities is lastig, geef ik toe, maar niet onmogelijk. Ook op dat vlak is samenwerken van belang. Professionals en vakmensen hebben elkaar nodig om die condities te verbeteren. Maar minstens even belangrijk zijn veranderingen in je eigen werk, in de dagelijkse vanzelfsprekendheden hoe we het werk organiseren. Durf met elkaar tijd te claimen voor een goed gesprek over je werk. Bevraag jezelf en je collega's kritisch en bedenk hoe je met elkaar de uitdagingen in je werk tegemoet kan treden. Vertaal die uitkomsten van dat gesprek naar de praktijk en experimenteer en leer. Maak zaken bespreekbaar die niet bijdragen aan of afleiden van het realiseren van goed werk. En durf keuzes te maken in waar jij je aandacht op richt. Kies er bijvoorbeeld eens voor om een vergadervrije dag in te stellen. Of nog veel beter, kies ervoor als team. Die veranderingen in routines en vanzelfsprekendheden lijken klein, maar zijn niet eenvoudig. En het zal wellicht niet altijd direct lukken om ze te realiseren. Maar ze zijn van groot belang. Je kunt het zien als een vorm van constructief verzet. Dat is geen verzet tegen een bepaalde groep, zoals leidinggevende of het management. En ook niet tegen een idee, zoals het neoliberalisme. Het is constructief verzet in de zin dat professionals de eigen professionele logica voorop durven stellen, omdat ze met elkaar goed werk willen leveren. Dat is niet eenvoudig. Werken vanuit professionaliteit en vakmanschap betekent hoge eisen stellen aan jezelf en aan het werk dat je levert. Het kan ook nog eens schuren met die organisatorische en financiële logica waar ik het over had. Als organisatie, of meer specifiek als bestuurder of leidinggevende, moet je dat constructieve verzet niet tegengaan, maar juist koesteren en stimuleren. Dank u wel. Bijkomen. Daarom werd er ook zo hard geapplaudisseerd. Het was echt even, het raakt. Alles wat je net hebt genoemd, het raakt. En elke keer als er vragen opkomen, dan kom je alweer met bepaalde antwoorden of bepaalde inzichten met een handelingsrichting. En dat is heerlijk om daar te luisteren, maar ook heerlijk om mee te nemen en daar verder over te broeden met elkaar. Jij mag nu lekker achterover zitten, slokje water nemen en inderdaad even uitrusten. In de trage tijd komen en de woorden van Ineke tot je nemen. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd, Daniël. Je hebt ons op een, denk ik, hele heldere wijze inzicht gegeven in hoe jij en je onderzoeksteam onderzoeken en al mogelijkheden hebben geboden hoe we de transitie naar het nieuwe werken, het goede werken, voor professionals en vakmensen kunnen vinden. Je inzicht in drie paradoxen geeft een weg waar wij een balans moeten zien te vinden. En een van je belangrijke pleidooien is voor meer tijd en ruimte, voor reflectie en dialoog. En de professional moet zelf het initiatief nemen om het werk anders aan te gaan pakken. Ik denk dat niemand het daarmee oneens is. En dan komt de paradox. Hoe vinden we de financiering voor die tijd? En hoe maken we die tijd, dat gaf je ook al aan, in de hectiek van alle dag?
Het is een waardevolle bijdrage van jouw onderzoek dat we gaan inzien dat we echt keuzes kunnen maken. Nou, keuzes moeten maken om het werk beter van te worden. We willen allemaal samen goed werken en we willen de nodige transformaties realiseren. En we hebben jouw adviezen en onderzoek hard nodig om daar te komen. En die foto op de cover van je reden en je inspiratie over hoeveel plezier een groep van 1000 muzikanten heeft omdat ze samen goed spelen, zou denk ik ons allemaal kunnen inspireren om het plezier in samen goed werken op te gaan zoeken. En dan staan we even stil bij de dag van vandaag, een mijlpaal. Een mijlpaal, hoe sta je hier en met welke ervaringen sta je hier? Ik heb natuurlijk eventjes in je verleden gedoken. Je hebt in Utrecht sociale geografie gestudeerd en bent op dat vakgebied ook gepromoveerd in 2008. Je onderzoek, samen met collega Maarten Hoogstein, die ik hier volgens mij ook ergens zag zitten, richtte zich op hoe buitenstaanders de macht van de oorspronkelijke bevolking hebben overgenomen in de plaatsen Amerongen en Veenendaal. En dat had een mooie titel, Zo werkt het hier niet. En ik concludeer voorzichtig dat hoe mensen samenwerken en samenleven toen al als onderwerp je belangstelling had. En hierna ben je projectmanager educatie geworden, aan de slag gegaan en je schreef een introductie bij je lectorale reden dat je lesmateriaal maakte toen voor wereldburgerschap en duurzaamheid. En dat je in die positie sprak met docenten die aangaven dat ze het onderwerp wel belangrijk vonden, maar dat het niet paste in de lesmethode of in de tijd. En dat vond je vreemd, want, zei je, daar gaan ze zelf over. En daarmee is waarschijnlijk je interesse voor het onderwerp van je onderzoek en deze lectorale reden begonnen. Je werkt sinds 2011 bij de HVA en je eerste onderzoeksprojecten, toen in het lectoraat van Marta Meerman, richtten zich veel op studiesucces in het HBO-onderwijs en op diversiteit. En de laatste jaren richten jullie actieonderzoek samen met het team, jij al genoemd uit de Worklab, steeds meer op samenwerkende professionals, organisatiewendbaarheid en human capital in transitie. En de coronaperiode vanaf 2020 was voor jou en je team, denk ik, wel een hele bijzondere ook uitdaging en mogelijkheid om onderzoek te doen wat je in een andere situatie nooit had kunnen doen. Zowel binnen de HVA als in andere organisaties heb je naar harte lust op onderzoek en adviezen kunnen geven. Je onderzoek, al gemeld, is heel belangrijk hoe wij ons binnen de HVA ook kunnen organiseren. En daarom heb je ook een grote rol in een van de ambities uit ons huidige instellingsplan, wendbaar en weerbaar. Dat we willen realiseren tussen nu en 2026. En mijn mededecaan Nienke van Dijk, die ambitie ook voorzit, die zei, Daniël, rustig, betrokken, altijd vrolijk en vanuit de inhoud en wetenschap pakt hij vraagstukken van onze eigen organisatie op. Last but not least, we hadden het er al even over, je hebt ook een grote prioriteit gelegd bij duurzaamheid. Daarom ben je ook een van de voortrekkers van de economische transformatie naar een eerlijke en duurzame economie. En in die transformatie zijn alle professionals en vakmensen die weten hoe ze samen goed kunnen werken, hard nodig. De transformatie gaat ook over de transformatie van ons werk en hoe we goed werk afleveren met handelingsvermogen. De transformatie van mensen als middelen naar professionals met de toekomst, die de toekomst van goed werk vorm gaan geven. Dan zijn we nu bij het moment waarop je het mooie draagteken omgehangen krijgt. En ik heb begrepen dat dat heel bijzonder door je moeder omgehangen gaat worden. Mag ik Marja van Middelkoop naar voren vragen? Ja. Daniël, jij mag ook naar voren. Ja. Dank u wel. Ja.
wat moet je hier nog aan toevoegen? Hè? Dat is prachtig om te zien. En ook hoe belangrijk dus zo'n dag is. Wat we net al noemden, hè, voor de organisatie van de HVA. We horen de thema's elke keer terugkomen in de organisatie, in het onderwijs, bij de studenten. In de praktijk is het enorm van belang. Maar ook wat het dus thuis doet. Met de betrokkenen, de liefdevolle mensen die naast je staan. En zien waar je dus elke keer mee bezig bent. Prachtig om dat te horen. Heel veel succes en geniet van dit heerlijke moment ook. Mag ik aan jullie vragen om plaats te nemen hier op de eerste rij? Want je hebt natuurlijk wel heel wat lopen vroeten in die verschillende organisaties en in die thema's. En daar willen we graag ook verder over in gesprek. En dat doe ik met onze gasten. Mag ik jullie naar voren vragen? Van alle kanten komen ze aangelopen. Ja. Ik wil eerst voorstellen Josje Dikkers, lector organiseren van waardig werk aan de Hogeschool Utrecht. Welkom. Mark-Peter Pijper, zelforganisatiecoach en compensation architect bij Visie Hypotheken. Prachtige titel. En Peter van Dijk, organisatiecoach aan de Hogeschool van Amsterdam. En je houdt je onder andere bezig met het begeleiden van verandering. En jullie hebben natuurlijk zo deze thema's aangehoord. Josje, jij bent ook al enige tijd bezig. En volgens mij wat we ook heel erg zien in die samenleving is dat er druk is. Er staat heel veel druk op dat vakmanschap, op professionaliteit. Daar zijn we allemaal wel met minder of meerdere mate mee in aanraking gekomen. En we hoorden ook dat een organisatie, die kan dat handelingsvermogen, waar Daniël het zo mooi over had, kan dat juist versterken of beperken. En als we kijken even naar dat stukje van dat versterken, hoe zie jij dat organisaties dat dan kunnen doen? Goeie vraag. En heel interessante vraag. Complexe vragen. Je noemt het niet voor niks de verschillende paradoxen. Met ons eigen onderzoek bij het lectoraat organiseren van waardig werk. En we werken ook heel veel samen, gelukkig. Onder andere met het lectoraat van Daniël met heel veel plezier. Maar ook bij de andere lectoraten en praktijkpartners. Daar zie je dit steeds terugkomen. En hoe kun je dat goed inrichten? Ik denk dat een cruciale schakel daarin leidinggevende zijn. Ja, daar zeg ik misschien een beetje vloek in de kerk hier, ik weet het niet, naar deze prachtige electorale reden met pleidooi voor professionele vakmensen. Ik zal het even toelichten, als dat mag. Ik denk dat het heel belangrijk is om te erkennen dat er heel veel taken, activiteiten op het bordje van leidinggevende zijn gelegd de afgelopen jaren. En dat is al iets wat langer in gang is gezet. Als je kijkt naar human capital, human resource management, ook mijn eigen achtergrond een beetje, dan zie je dat heel veel in de lijn is belegd, zoals we dat noemen de afgelopen jaren. En dan heb je het over zaken die horen bij die organisatorische context, die procedurele logica, zoals jij het noemde. Niet alles daarvan is misschien even nodig of urgent, maar een aantal zaken wel. En dan heb ik het over zaken die goed werkgeverschap, die daarbij horen. Ook het zorgen voor de medewerker die uitvalt bijvoorbeeld. Hè. Niet alleen vanuit wetgeving, wetverbetering Poortwachter in dit geval, maar ook vanuit goed werkgeverschap en investeren in de vitaliteit van je mensen. Dat zijn taken die erbij zijn gekomen. Tegelijkertijd zie je dat in veel organisaties, grote organisaties, maar ook bij kleine ondernemers die dat allemaal zelf doen, erbij, daarnaast. Dat er ook wel een beweging is waarbij hele leidinggevende lagen weg worden bezuinigd. Nou, dat lijkt me ook niet verstandig, hè? Het kind met het badwater weg te gooien op die manier. Pleit ik dan voor, ja, we moeten vasthouden aan de traditionele managers en teamleiders en leidinggevenden? Nee, dat niet per se. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk om daar zorg voor te dragen, terugkomt op jouw vraag, dat we wel investeren in die leidinggevende rollen en verantwoordelijkheden. Die horen bij ook goed werkgeverschap om daarin te faciliteren. Dat kan volgens mij net zo goed prima binnen een team, maar er moet wel aandacht voor zijn en zorgen. Dat moet geëxpliciteerd worden, want anders dan verdwijnt dat mogelijk. En dat zien we ook wel in onderzoek in de praktijk soms verkeerd gaan. Ja, dus als we het hebben over paradoxen, gooi je ze wel even op tafel. Ja. Dus, daar hou ik van. Je zegt ja. Aan de ene kant hoor ik je zeggen van er is heel veel druk gelegd op leidinggevenden, op die managers die ook heel veel taken erbij krijgen om eigenlijk zo goed mogelijk voor die werknemers te zorgen. En misschien ook net iets te veel. En moet er misschien meer naar de zelfsturing van die professionals en die vakmensen. Maar daarbij zeg je nee, ze moeten niet helemaal verdwijnen uit die lagen, want ze zijn wel degelijk nodig. Maar wellicht dat er een verschuiving moet plaatsvinden tussen de managers en de vakmensen die daarin ook zelf sturend kunnen zijn en een behoefte kunnen aangeven. Absoluut. En het is natuurlijk een continuum. Hè? Dus in sommige organisaties past het gewoon heel goed om wel vast te houden aan bepaalde leidinggevende functies. Maar het gaat van mij veel meer om de taken, de rollen, verantwoordelijkheden dan om de functie aan zich. Ja. En die kun je volgens mij prima inderdaad verdelen tussen een leidinggevende en een team. Of gewoon helemaal volledig binnen een team beleggen. Maar dat moet wel transparant en expliciet. Want anders dan verdwijnt dat mogelijk.
die aandacht. Dus dat is eigenlijk zelfsturing, hè? En dat is volgens mij iets waar de HVA de afgelopen tijd ook wel mee heeft geoefend. Om te kijken van hoe kunnen we meer zelfsturende teams samenstellen. En daar zijn natuurlijk ook wel wat spannende dingen uit voortgekomen. En ik wil wel eventjes naar Mark-Peter Pijper, zelforganisatiecoach en compensation architect bij Visie Hypotheek. Ik herhaal hem nog een keer, want ik denk niet dat heel veel mensen er bekend mee zijn. Zijn van jaloers. Nee. Ik vind hem ook wel lekker om uit te spreken, moet ik eerlijk zeggen. Maar jij hebt heel duidelijk gezegd binnen de organisatie van, we gaan het anders doen. We gaan een andere aanpak. Als je dan kijkt ook hier naar ook wat Josje zegt over hoe kijk je naar leiderschap versus die zelforganisatie. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Nou, door eerst eens uit te zoomen. Zelforganisatie wordt nu, het is vrij hip, het wordt toegepast her en der. Wij doen het niet omdat het hip is, maar omdat we eerst uit hebben gezoomd. We hebben eerst gezegd, oké, waarom bestaan wij als organisatie überhaupt? We zijn een hypotheekadviseur. Maar we hebben echt een plek in de sector. We willen de sector gezonder maken, duurzamer, meer op lange termijn gericht. En dat willen we doen met een werkplek waarin mensen als mensen met elkaar omgaan. Mm-hmm. We hebben een hele duidelijke volgorde van stakeholders. Wij zeggen onze eigen mensen komen op de eerste plek. Dan komen onze klanten. En op de laatste plek de aandeelhouders. Nou, eigenlijk is het heel logisch, want hoe kun je goed voor je klanten zorgen als je als medewerker goed in je vel zit. Mm-hmm. Dus alles wat wij doen is een organisatie ontwerpen. Nou, en dan klinkt het lectoraat als muziek in onze oren. Alles wat wij doen is rondom autonomie, vakmanschap en purpose. Okay. Nou, als je dan besluit moet nemen, we zijn behoorlijk gegroeid de afgelopen jaren, wat voor organisatiemodel daarbij past. 90-95% van de bedrijven die kiezen voor een klassieke management hiërarchie. Wij zijn daar ook op een afstandje naar gaan kijken. En daar zagen wij dus vrij weinig vanuit het systeem autonomie, vakmanschap en purpose in terugkomen. Dus onze zoektocht ging eigenlijk verder om te kijken van hoe kunnen we dan wel onze werkplek inrichten. Yeah. Zo kwamen we bij zelforganisatiemodel Holacracy. Daar hebben we afscheid genomen van functieomschrijvingen, afscheid genomen van managers in de traditionele zin. Eigenlijk knip je al die functies op in stukjes, ook de managerrol in stukjes. En deel je die toe aan mensen die daar goed in zijn en het leuk vinden. En van daaruit organiseren we onszelf. Ja, ik herken heel veel van wat Daniel net ook vertelde. Hè. Eigenlijk ook van de trage tijd zijn jullie in gaan zitten om daar eens even uit te zoomen en te kijken waar gaat het nu echt om. De belangrijke kernwaarden van jullie organisatie centraal stellen. Ja. En dan ga je dus de verandering in. Je gaat hervormen, je gaat het renoveren, je gaat een beetje boetseren erbij. Maar dan die verandering. Ik kan me voorstellen dat er ook wat weerstand komt. Dat mensen denken, oh, dit wil ik helemaal niet. Ik wil juist terug naar dat oude model, want dat ken ik. Terug naar mijn comfortzone. Hoe ga je daarmee om? Om zeg maar die obstakels en uitdagingen die dan ook natuurlijk gaan leven in zo'n team, om dat weg te nemen. Ja, klopt. We werken nu zo'n jaar of 6 met Holacracy. We zijn best wel volwassen daarin geworden. Maar in het begin heb je natuurlijk te maken met mensen die eerst een teamleider hadden en 's ochtends te horen kregen wat ze moesten doen. En dat eigenlijk wel prima vonden. Tot aan de andere kant mensen zoals ik die bij Visie zijn komen werken omdat er zelforganisatie werd geïmplementeerd. En daar had je wel mee te doen. Nou, we hebben als team toen, waren toen 40 mensen, gezegd, dat is een beetje een gouden vraag in Holacracy, is het veilig genoeg om te proberen? En toen hebben we met elkaar gezegd van oké, het is veilig genoeg om te proberen, we kunnen nog terugsturen als het echt niet goed gaat. En zo zijn we de reis begonnen. En natuurlijk met vallen en opstaan, maar we weten in ieder geval dat waar we vandaan komen, dat we daar niet naartoe terug willen. Nee, en dat het voor nu redelijk succesvol is. De zelfbeschikkingstheorie, dus autonomie, zelfontwikkeling en die verbondenheid om dat centraal te stellen. En Daniel, jij hebt natuurlijk hem ook uitgenodigd als dat succesvolle praktijkvoorbeeld. Wat herken je in hoe dat is ingericht, wat andere organisaties of waar andere organisaties ook van kunnen leren? Nou, wat ik in ieder geval heel mooi vind, is de rust en ruimte die jullie gepakt hebben om na te denken over wat past bij ons. Want ik schrik soms een beetje, Josje refereerde er ook al aan, dat mensen denken, professionals en vakmensen centraal, dus laten we die hele managementlaag maar schrappen en dan komt het vanzelf goed.
Die drie paradoxen die zijn zelf ingewikkeld, maar die hangen ook nog allemaal samen. Dus als je dan die veelheid aan dingen die moeten gewoon in stand houdt, dan liggen die niet meer bij de manager of bij de leidinggevende, maar die liggen die opeens in het team. En hebben die teams misschien nog wel drukker, hè? Zijn die professionals bezig met alles behalve dat goede werk waar ze eigenlijk druk mee willen zijn. Dus wat werkt bij visie, ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Sommige dingen kunnen we ook heel veel van leren, bijvoorbeeld in de HVA, maar sommige dingen zullen niet bij ons werken. Dus je kan niet zeggen, laten we nou zo'n organisatiemodel plakken op deze organisatie, dan komt het goed. Was het maar zo simpel, zou ik zeggen. Ja, het is heel contextgevoelig natuurlijk. Ja. Maar daarin wel ook, denk ik, misschien qua houding, wat ik ook terughoorde in je electorale reden, is toch wel de rebel. Hè? Dus durven om het anders te doen. Durven om op een andere manier te kijken naar hoe een organisatie is gestructureerd en georganiseerd. Nou, dat, als ik nog heel kort mag reageren, daarna moet ik naar Peter. Maar ik denk dat als we vasthouden aan, hè, we willen het wel anders en we willen die professionele logica centraal. Maar we willen wel, hè, we willen niemand teleurstellen, we willen nergens meer stoppen, we moeten wel het to-do-listje afwerken. Ja, dan komen we steeds weer onder die kerstboom uit. Ja. En dat is super lastig, maar je moet een beetje rebels durven zijn. Ja. Peter, ook graag naar jou. Ik zag je ook een aantal keer knikken. Mm-hmm. Je hoort in het verhaal van Mark Peter heel erg dat die autonomie ontzettend belangrijk is. Maar zijn er ook grenzen aan die autonomie? Wat herken jij daarin ook in de ervaringen van de afgelopen tijd binnen de HVA? Ik zou even terug willen gaan naar het begin van je reden, Daniël. Want je begon heel mooi met de muzikanten. 100 mensen. Duizend zelfs. Die in het collectief met elkaar iets voor elkaar moeten krijgen. Dat is een essentie, denk ik, waar goed werk over gaat. Dat je samen iets doet. En samen en autonoom, daar zit altijd spanning op. Hè? Tussen wat is hier van mij, wat mag ik zelf doen? Mm-hmm. En waar onderwerp ik me aan als het gaat om wat we samen moeten doen? Yeah. En als deze muzikanten met z'n duizenden ieder hun eigen melodie hadden gespeeld, weet ik niet of ze op herhaling waren gevraagd. Begrijp je? Dus die spanning die er zit tussen welke ruimte heb ik hier zelf, versus wat is het in het collectief belangrijk en kan ik daarin meebewegen, dat is natuurlijk altijd de vraag die elke professional bezighoudt. Ja. Leun je te veel naar links, en dat hangt heel erg ook van het type organisatie af en de vorm die je kiest, dan loop je het risico dat de samenwerking die je voor ogen hebt desintegreert, want iedereen kiest zijn eigen koers. Leun je te veel naar rechts, daar waar je wel ook autonomie nodig hebt, dan ga je min of meer dicteren hoe samenwerking eruit moet zien. En dat gaat ten koste van de ruimte van de professional. Ja. Nou, dat is wel een spanningsveld wat ik in de HVA veel tegenkom. Ja. Kiezen we het een of het ander? En voor mij is het een beetje een schijntegenstelling. Afhankelijk van de opgave die je hebt, moet je kijken hoe je dat spanningsveld benut. Ja. En dat raakt ook wel dat working apart together. Hè? Ik vond dat ook wel een interessante term die naar voren kwam. Ja. En iets wat misschien ook wel herkenbaar is voor sommige mensen, is dat je formeel ben je eigenlijk samen, maar in de praktijk voelt dat nog wel eens individueel. Hoe kijk jij daar tegenaan, hoe dat toch ook georganiseerd kan worden, dat die twee toch meer samenkomen? Nou ja, nogmaals, dat hangt van de opgave af. Ja. Er zijn prima teams denkbaar waarvan ik zeg, goh, het is als ik het bijvoorbeeld aantref, gezien de opgave die jullie hebben, snap ik ook dat een groot gedeelte van wat je doet individueel is. Valt die teams dan vooral niet lastig met moeilijke dingen rond? Jullie moeten meer samenwerken, want het zit niet in de aard van de opdracht verscholen. Maar daar waar die er meer en meer in zit, en onze vraagstukken worden steeds complexer. Dus we moeten ook steeds meer met elkaar, volstaat het niet om vanuit de oude Griekse autonomie te zeggen, ik bepaal het hier zelf wel. Dat kan niet meer. Ja. Dus ik zie steeds meer wel dat we dat collectieve, vandaar dat je dat collectieve leren ook zo mooi noemde, steeds meer moeten gaan kijken met elkaar, hoe doe je het nou samen met behoud van de eigenheid en de invulling die je nodig hebt om optimaal te kunnen presteren. Ja. En misschien, dat is een andere vraag. En misschien is dat wel ook een vraag die we dus van allemaal mee moeten nemen na vandaag. Een vraag die we onszelf en samen met ons team kunnen stellen over hoe we dat dus moeten inrichten en wat er ook precies nodig is. Ja. We hebben altijd heel erg beperkt tijd. Ik vind dat enorm jammer. Ik ga niet voor jullie liegen. Ik vroeg echt, kan er niet een extra programma hier aan vastgeplakt worden? Wij wilden wel 2 uur blijven. Ja, dat wilde ik ook wel. Maar misschien om toch nog eventjes concreet vast te pakken en ook te kijken van wat kunnen we nu echt meenemen. Hè, het zijn natuurlijk hele grote complexe vraagstukken die wel gaan over een paar jaar. En misschien moeten we die paar jaar ook wel nemen, hè, om uiteindelijk tot die verandering te komen. Maar misschien als we toch kijken naar, ik zie hier ook in de zaal echt wel verschillende mensen vertegenwoordigd. Dus ik zie managers, ik zie leidinggevenden, ik zie rectoren, mensen die echt ook heel veel werknemers onder zich hebben zitten.
wat kunnen zij meenemen om mogelijk al morgen of volgende maand anders te doen? En het kan gaan om een vraag, het kan gaan om een handeling, maar daar ben ik wel benieuwd naar. Mag ik bij jou beginnen, Josje? Ja, graag. Ja, vertragen. Hè, om een concreet voorbeeld te nemen. Ik heb dat zelf gisteren met mijn eigen team ook gedaan. We hebben een heel creatieve workshop gedaan. Nou, meestal zijn we toch heel erg bezig met in ons hoofd, inderdaad. Ja. En de to-do-lijstjes van wat gaan we nu de komende tijd doen voor mooie, spannende onderzoeken. We hebben iets heel anders gedaan. Onder leiding van een van onze medewerkers, die bleek dus ook heel getalenteerd te zijn, werkt hier ook deels in het Cobra Museum. En heeft ons heel veel meegenomen in een mooie, creatieve workshop. Wat heel erg heeft geleid tot nieuwe inzichten. En ook weer mooi nieuw onderzoek. Dus echt een vorm van vertraging, maar ook nog eens op een cultureel artistieke manier. Dus ja, dat zou ik iedereen willen meegeven, om dat echt ook te doen. Niet alleen erover na te denken, te dromen, maar doe het gewoon. Ja, inderdaad. Het schrappen van die agenda, geen vergadering. We gaan nu die creatieve even workshop in met elkaar. Of iets anders, maar dat vertragen. Ja. Ja. Mark-Peter? Ja, bij visie hebben we eigenlijk maar één regel. Mm-hmm. En dat is de gouden regel. Dat is behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Dus als het ergens complex wordt of je weet even niet meer wat je moet doen, stel gewoon die vraag aan jezelf en 90% van de problemen zijn opgelost. Nou, als je daar dan heel goed in bent geworden, dan zou je misschien kunnen verschuiven naar de platinumregel. En dat is behandel anderen zoals zij behandeld willen worden. Er zit een andere nuance in, maar ik zou zeggen, hou je eerst bezig met de gouden regel. Dan ben je al een heel end en is makkelijk toepasbaar. En wellicht in de toekomst ook nog de platen. De platinumregel. Bedankt. Peter? Ja, ik zou even willen stilstaan bij de tweede paradox die je noemde in je reden, Daniel. Ik denk dat we er soms in onze organisatie zelf onvoldoende van bewust zijn dat we 20, 25 jaar en met reden hebben geïnvesteerd in het individu. Als zijnde de factor voor succes. Hè. Terwijl ik denk, we moeten meer kijken naar het collectief. Mm-hmm. En daar de systemen ook op aanpassen. Je hoeft het kind hier niet met het badwater weg te gooien. Maar we zijn allemaal geïndoctrineerd met het idee, het moet voor mij goed zijn. Ja. En de vraag moet andersom zijn, wat is goed voor het collectief? En hoe kan ik daaraan bijdragen? En niet, wat heb ik eraan? Ja, en in dit geval denk ik ook dat het collectief niet alleen maar het eigen team is. Maar dat zijn ook je collega's. Dat zijn ook de studenten waar je het elke keer voor doet. Ja. Zelfs de maatschappij, ja. Je kunt hem echt groter maken. Ja, precies. Ja. Ja. Ik wil jullie allen hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. En we nemen het allemaal mee en gaan het morgen of volgende maand gaan we dit inzetten. Daniel, ik wil natuurlijk jou echt hartelijk bedanken voor de prachtige lectorale reden. En heel veel succes met de rest van het werk. En wees ook echt die rebel. Daar geloven we nu in. Webbel. Ja. Ah. Alle mensen hier die aanwezig waren, bedankt voor jullie betrokkenheid. Er is nog een heerlijke borrel en kunnen we met elkaar verder de vertraging in. Fijne middag.